Oh, MSN? Nee, BFF, Best Friend Forever. Ja. Oh, Laughing Out Loud. Nee, pas. Wat doe je? Ja. Pas. Nee, wat erg dat ik dit niet weet. Nee, pas. Hoe gaat het met jou? Dank je. Ja. Ik wil je niet meer kwijt. Ja, ja, ja. Dat is een beetje gokken. Nog drie, ja. Elmer. Huiswerk. Waarom? Ja. Oh. Pas. De oud. Jurgen. Liefdesverdriet. Pas. Goed. Oh. Ja, ja. Ja, het stond er bijna letterlijk, hè? Luddeverde. Letterlijk, ja. Oh ja, ja. Het is een gebroken hart. Ja, nee. Ja, ja. Nou ja, goed. Me niet. Nee. Ja. Gebruik jij van die afkortingen op social media? Nee, nooit. Nee. Nee. Jij zegt het ook al zo. Oh nee, sorry. Ik hou heel erg van ook van mensen die gewoon met hoofdletters, leestekens. Ja, helaas. Daar hou ik van. Ja, ja. 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 Nou, ik kan dat wel volgen. Jurgen, ben jij afkortingen? Helemaal niet. Nee, ook nee, niet. Echt helemaal niet. Nee. Elmer? Nee, ik ook niet. Ook niet. Nee, kijk, Maarten ook niet, denk ik. Nee, dat ik heb enorm de pest en al die zogenaamde shortcuts op het internet. Of met zo'n zonnetje erbij, of een augurk, of weet ik veel wat. Flauwekul allemaal. Een augurk, dat is goed. Ja, ja. Denk je dat ons taalgebruik verandert door het gebruik van al dat soort dingen? Tot op zekere hoogte, ja. Hmm. Omdat sommige van die afkortingen, die sluipen ook het normale dagelijkse taalgebruik binnen. Ja. Die kunnen ook wel vanzelf weer verdwijnen. Niets is zo flexibel als taal. Ja. Dus daar zie je hele snelle ontwikkelingen in. Ja, ja. Maar goed, deze ontwikkelingen die hoeven voor mij helemaal niet. Ik word sowieso steeds ouderwetser en conservatiever, ook op het punt van taal. Tja,